Maakt u zich wel eens zorgen om uw privacy? Nee. Nee, niet, want ik heb het allemaal beveiligd. Ja? Ja. Maakt je wel eens zorgen dat je gehackt wordt? Nee, niet echt. Nee, maar het zou wel kunnen. Ja, het zou wel kunnen. Het zou kunnen, maar ik maak er niet echt zorgen over. Bent u wel eens bang om gehackt te worden? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Wat zou er kunnen gebeuren, denkt u? Dan gaat het om, misschien gaat mensen over mijn bankrekening, gaat zo is het, dat heb ik gehoord. Of wat belangrijk is voor mijn leven of zo, weet je. Of iemand kan horen wat ik zeg tegen iemand via internet, via Viber of zo is het. Omdat ik heb gehoord dat... Jawel, ja, er zijn ook programma's over, of er is ook wel eens een hele goede film over geweest, een Nederlandse film. Dat je identiteit werd gestolen, vond ik een heel goede film. Ik denk dat je zonder dat je het weet daar veel gegevens over rondcirkelen. Ja, dat cirkelt er ontzettend veel rond over je. Ik heb gelukkig geen Facebook. Eigenlijk ook wel een beetje bewust. Ja. Je bent zo te traceren op allerlei sites. Je hoeft je naam maar in te tikken op Google en ja. Dus dat nee. Het heeft veel te maken met dat er veel meer apps gemaakt worden. En dat het wel makkelijk is om een app bijvoorbeeld aan te klikken. Zeker als je niet heel veel met computers te maken hebt. Dan denk je van, oh, ik ga er even op kijken. En dan voor je het weet, deel je jouw persoonlijke gegevens met meer. Nou, ik denk dat dat wel best wel eng is, ja. Stel je voor, je hebt een eigen bedrijfje en je bent helemaal afhankelijk van wat jij met je computer doet. Ja. Ja. Nou ja, dat jouw gegevens worden misbruikt door... Ja, dat is het. En dat je dan zelf moet bewijzen dat jij dat niet bent geweest en Are you worried about your privacy? Yes and no, up to a certain point. When there is something that I'm really worried about, then I try to keep it not online, not on internet. What is your biggest fear, or according to you, the biggest risks online? Oh, let's say stealing your money somehow, because the rest of the privacy, it's not that I put very private things online, like photos or things that can be really private for me. So it's more related to my financial transactions that can be a very huge risk if they get into my accounts, let's say. Maak je wel eens zorgen om je privacy? Nee, eigenlijk niet. Maak je wel eens zorgen om je online veiligheid? Dus dat je gehackt wordt of dat? Nee, ja, daar let ik toch wel op. Dat ik niet alles zomaar download en dat soort dingen. Dus ik let zeker wel op met die veiligheid. Hoe beveiligt u zelf uw computer, tablet en smartphone? Ik heb virus en scannen altijd, elke dag, zeg maar. En ik heb ook beveiliging in mijn internet. Ja? En hoe? Programma, ja. Weet u welk programma? Ja, ik kan ik niet meer herinneren, sorry. Ja, maar ik heb programma. Mijn kinderen heeft dat gedaan voor mij. Ja. Virus, software, dus, bijvoorbeeld AVG of zo. Dat is een goede volgens mij. Ik denk op die manier niet je e-mailadres overal opgeven. Ja, daar kan natuurlijk allemaal spam in zitten en zo. Ik doe niks, mijn vader doet het. Ja, bij mij ook, mijn ouders. Geen idee. Ik niet zelf. Ik heb zo'n programmaatje die beveiligt en die mij waarschuwt als er dingen zijn. Maar ik verander ook regelmatig mijn wachtwoord. Maar daar blijft het ongeveer wel bij, hoor.